allemaal, welkom bij mijn vlog. Leuk dat je weer kijkt. Deze keer ga ik wat vertellen over wat ik het komende semester allemaal ga doen. En wat er zeg maar allemaal voor de boeg staat. We hebben de afgelopen paar weken hebben we de mogelijkheid gehad om weer nieuwe keuzevakken uit te kiezen. En er moest een heleboel geregeld worden om alles weer op gang te zetten. Dus dat gaat wel heel anders dan in het Nederlandse systeem. Maar het is allemaal gelukt en alles is geregeld. Dus er is wat rust in de tent, waardoor ik even tijd heb om een vlog te maken. De afgelopen tijd hebben we natuurlijk ook heel erg als cohort gereflecteerd wat is nou eigenlijk design engineering? Want we hebben eigenlijk allemaal een beetje het gevoel van, ja, het zou eigenlijk het beste moeten zijn van beide werelden. Zeg maar, ja, als je in een opleiding zit die aangeboden wordt door twee scholen, wat eigenlijk voor het eerst wordt gedaan, dan geeft dat gewoon wel bepaalde uitdagingen, brengt dat. En tot nu toe, we hebben zeg maar toegang tot alle resources, alles is er, alles is mogelijk, maar je moet het dus wel zelf uitzoeken en zelf opzoeken. En we hebben eigenlijk daardoor een beetje het gevoel dat we juist tussen beide instituten invallen, in plaats van dat we echt tot één behoren of zelfs het beste van beide hebben. Dus we hebben eigenlijk ook 2 weken geleden een gesprek aangevraagd met de beide deans van beide scholen. Waarin we zeg maar, onze zorgen een beetje geventileerd hebben. En ja, toch hebben aangegeven van nou, dit en dit en dit vinden we toch, ja, hadden we niet verwacht. En hier willen we toch meer support in. En daar hebben we echt gewoon ontzettend goede feedback voor gekregen. En nu zijn sowieso alle faculteeën en iedereen is heel erg natuurlijk super geïnteresseerd in dit programma. Iedereen wil dit tot een succes maken. Dus er worden nu ook echt serieuze stappen gezet om ons ook meer te begeleiden. En om ook toch wat beter een soort van structuur te hebben. En toch ook wat meer dat we een gevoel van belonging hebben. Daarnaast hebben wij als cohort ook een eigen studievereniging opgericht. En, waardoor we eigenlijk ook een betere definitie kunnen geven aan het programma. Dus we gaan iedere week evenementen organiseren, maar ook presentaties geven. Dus we gaan iedere student gaat over zijn eigen vakgebied zelf inbrengen. Vertellen van wat heb jij gedaan, welk onderzoek heb je gedaan, wat voor designproject heb je gedaan. Zodat we ook die leercurve naar elkaar wat kunnen versterken. Dat is eigenlijk al met al hartstikke positief. Het was vorig semester allemaal best wel een beetje roeien met de riemen die we hadden. En voor iedereen was het gewoon een soort, zowel een cultuurshock als een, het was nog achteraf best wel even pittig. En nu na de winterbreak is iedereen toch wat meer tot bedaren gekomen. En kunnen we nu lekker van start met het nieuwe semester. Even zien, ik weet niet of jullie het misschien door hebben gekregen, maar er was hier dus echt een onwijs dikke sneeuwstorm gisteren. En het was echt niet normaal. Als je buiten loopt, dan kreeg je gewoon horizontale sneeuw in je face. Dus dat was wel eventjes, dat was wel even een hele ervaring. Het is gelukkig maar min 4, dus het is niet, laatst was het iets van min 19 of zo. Maar dat was echt niet te harde. Dus qua temperatuur valt het mee, het zonnetje schijnt gelukkig. Maar die sneeuwval, dat was gisteren echt niet normaal. Het is in één dag iets van 10 centimeter gevallen. Dan wat meer details over het project voor de design studio dat ik dit semester ga doen. In mijn vorige vlog heb ik uitgelegd wat het belang is van een goede darmflora. Voor je algemene gezondheid en ook voor je hele immuunsysteem. En zelfs voor voor je hele lichaam. Dus als je darmen niet gezond zijn, dan heeft het een uitwerking op in principe al je systemen. En gefermenteerd voedsel helpt heel erg bij het in stand houden van goede bacteriekoloniën in je darmen. En daarom wilde ik daar graag mijn project van maken. Om dat wat meer te promoten en om dat weer een beetje terug te brengen in de westerse keuken. En daarnaast hebben we dus weer 2 keuzevakken en dat businessvak. Los daarvan heb ik ook nog dat ik dit semester ga werken. Ik ben aangenomen als teaching fellow bij Earth and Planetary Science voor een undergraduate course voor Harvard College studenten. En dat is SPU 25 heet dat, Energy and Climate Vision for the Future.
Dus ik ga eigenlijk de studenten begeleiden in het maken van een klimaatmodel voor Amerika. Dus het vak is opgedeeld in allemaal verschillende secties, noemen ze dat. En mijn sectie is dus Amerika. En we gaan ook een soort klimaatdebat voeren. Dus we gaan zo'n klimaatsummit naspelen als het ware aan het eind van het semester. En dan moet ik dus met mijn studenten gaan dan Amerika verdedigen. En ik help ze daarbij. De twee keuzevakken die ik dit semester doe. Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik aangenomen ben voor het vak aan MIT in het Media Lab. En nou, dat is echt een grote, ik ben er ongelooflijk blij mee. Dat is eigenlijk het vak waarvoor ik in principe naar Amerika ben gekomen. Dat is in het Media Lab, bij de Research Group Mediated Matter van Neri Oxman. En haar vak heet Design Across Skills and Disciplines. En ja, dat is eigenlijk het Biological Inspired Architecture kind of idea. Maar dan is het niet, in principe, helaas wordt het dit jaar het stukje biologie pas, zeg maar, het is te veel om het allemaal in één vak te proppen. Dus we doen nu vooral, zeg maar, de ideologie van het ontwerpen inderdaad op zeg maar microscopisch niveau tot en met kosmisch niveau. Dus echt, met de factors, de powers of 10. Dat is eigenlijk de methodiek die we gebruiken. En ik heb daar gewoon onwijs veel zin in. Dat is echt mijn hart ligt daar, dus dat is helemaal mooi. En het tweede vak, keuzevak wat ik doe is Food Fermentation and Flavor Molecules. Dat is een vak, dat doe ik eigenlijk voor ter ondersteuning van mijn studioproject. En het grappige is eigenlijk dat aan de hand van al die praktijk, zeg maar, opdrachten. Dus we gaan echt zelf verschillende voedselgroepen gaan we zelf fermenteren. En aan de hand daarvan worden ook de onderliggende scheikundige formules en de biologische processen en ook sommige natuurkundige processen, die worden allemaal uitgelegd. Dus dat is gewoon wel een hele mooie combinatie tussen theorie en praktijk. En natuurlijk ook heel erg hands-on en dat vind ik wel heel erg leuk. Nou, en met alle vergaarde kennis die we het afgelopen semester hebben opgedaan, ga ik nu dat allemaal bij elkaar brengen, in de praktijk brengen en in principe een fermentatieapparaat ontwerpen die, waardoor het makkelijker wordt voor mensen om voedsel te fermenteren. Dus dat het weer wat gemoderniseerd wordt, wat meer toepasselijk voor deze tijd. En ik ben super enthousiast om daaraan te beginnen en om dit semester vol nieuwe energie weer te beginnen. Dus ik zie jullie snel met de volgende vlog. Ik beloof dat ik hem nu wat sneller ga maken. Oké, doei doei!